Volgens mij staat hij scherp. Met zelf scherp. Nou! Je schok, hè? Tuurlijk schrik ik. Je bent voor je vader en moeder. Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. En vandaag ben ik met... Gerenzo! Wat is onze shitnaam ook alweer? Broonzo. Bradenzo. Of Redley. Wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan punk en iets maken. Beantwoord je eigen vraag. Dat is een hobby, zit ik op. Ik beantwoord graag. Ik zit op de stoel. Lang leven de beste content ever. Lekker spouwen zeg. We hebben onze capuchon op, omdat wij iets hebben gedaan. Ja. Want een punk edit is niks zonder... punkproducten. We zijn dus naar de winkel geweest waar we onze oorbellen gingen laten zetten. Maar daarvoor hebben we nog niet echt iets gefilmd. Maar we mochten wel in de winkel filmen. Dus hier heb je een stukje van Bradley die zo'n oorbelletje krijgt. Pepijn. Wij gaan deze laten stellen. Deze. Ik maak ondertussen de foto's als je flauw valt, oké? Die meer zijn dan super goed. Welke oren wil je? Dat deed niet zoveel pijn. Ah. Jawel? Ik val flauw. Oh, zit er al in? Oh, dat klinkt ook al. Ja. We wouden eerst echt zo'n zwarte doen, weet je wel, die echt die punks zijn, maar dat mocht dus niet. We moesten echt deze doen. Maar goed, het is wel iets. Ja, dus nu kunnen we eindelijk onze trui doen. Nou. Oké, nou we gaan nu echt een punk maken, jongen. Ik ga Brilly punken. Bepunken. We hebben helemaal bepunkt. We hebben hier dus echt verschillende tatoeages. Brilly mag een paar gaan uitkiezen en dan kan hij die allemaal op zijn lichaam krijgen. Want een echte punk heeft echte tatoeages. Niet dat wij geen tatoeages. Nee, geen echte tatoeages. Dat is allemaal nep. Oké, je hoeft je tape niet te laten zien. Sorry! Oh, deze is wel tof trouwens, die van Batman. Gewoon Batman zelf. Brilly gaat voor de Batman. Heb je er goed over nagedacht, jongeman? Tatoeages blijven voor de rest van je leven op je lichaam. Echt? Nee, Frank. Ja, maar door. Het is ook super interessant. Auw! Luister kinderen, tatoeage laten zetten doet best pijn. Op je nek ook, want dat is toch ook punks wat ze hier zijn. Ja. Nou, Brandy. Een echte Batman fan. Zeker man. Oh, oké, next. Oh. Oké. Nou, dat oh, punk boy. Punk boy. Dit gaat in je nek hoor, deze. Oh, damn. Auw! Let's set the world on fire. Ja, die gaat op mijn nek. Now watch me whip. Now watch me. Nee. 1 uur later. Keur er maar op. Oh! Pijn hè? Dus wel even, gewoon even doorbijten hoor. Oh, hij is al klaar! Wauw! Wauw! Ik zou dit best wel zelf zetten eigenlijk. Eigenlijk zo eentje en dan hier zetten. Auw! Auw! Is die goed? Wat staat er eigenlijk? Let's set the world on fire. Wat wil je nog meer? Deze. Bij je oogje, ja. Bij je oogje. Auw! Echt een ouderwetse band, weet je, die dan echt zo van die... Hoe heet die band ook weer met het zwarte Metallica? Oh ja, ja, kan wel. Kiss misschien weer. Kiss, die bedoel ik. My milkshake brings other boys to the yard. Oh! Waarom knip ik niet gewoon zo en dan plak ik ze allemaal op een rij op je arm? Auw! Dang! Ik ga ze nu allemaal echt laten zetten. Overladen, wil je nog meer? Ja! Oh, ik moet dat dingetje dan natuurlijk afhalen. Fucking dom. Auw! Jongen, wat er nou uit, jongen? Dat is... Je kan hem gewoon af. Niets doen. Oké. Auw! Oh. Nou, ik denk dat de tatoeagefase wel best wel goed is. Op zich is deze nog best wel mooi, op zich. Zo hier. Ja. Auw! Nou, ik vind het best wel cool. Kijk dan, kijk eens nog dichterbij. Nee, gewoon zo omhoog. Je lijkt me echt op zo'n badass boy, is dat voor dat was echt? Ik vind deze echt het gaafste. Die en deze. Ik wil nog even tekenen. Auw! Oh ja! Met de knokkels. Lekker zeg. Oké, Brad. Wie heeft mijn naam gezet? Redley. Oh. Because you're super rad. Jee, dit is zo raar. Dat is raar, hè? Wat? Yo, what up? Hey. Yo, ik hou van rockmuziek. Ik vind het zo vet. Nou, mijn tatoeage is helemaal fliek. We zijn nog niet klaar met hem, want zijn haren zijn nog... Nee! Nee. Wat? Neus. Ik heb wel een ringetje. Oh my god. Brilly, je bent zo... En met die oorbel ook gewoon. Wat moeten we nog? Je haar. Spuiten. Paars. Paars. Wordt jouw haar. Volgens de gebruiksaanwijzing, die we niet gaan lezen... Moet het waarschijnlijk heel anders, maar we gaan het dus gewoon in je haar spuiten. Yeah, dit is vet! Dit is zo raar. Dames en heren, het is tijd voor de grote onthulling van Bradley Braafhart. Oké, laten we kijken. What the fuck? Dit is echt de beste punk edit. Kijk dan. Dit is echt bizar. Echt goed gedaan. I know. Echt goed gedaan. Dankjewel. Echt goed gedaan. Weet je wat ik ga doen? Ik ga jou nu veranderen in een rebelletje. Ja, ga je mij veranderen? Dat zegt ook zo vet serieus. Oké. Leuk. Moet je doen. Ik ga nu Gerenzo omtoveren. Wil je dat heel graag zien? Ja, dat wil je wel. Dat wil je zeker zien, want ik ben er hard in het... Hij is veel beter. Klik dan even in de beschrijving voor de link dat we daar naar Trenzo op gaan. En dan op zijn gezicht of in het i'tje, weet ik veel waar. Ga maar naartoe. Hier. Ga maar naartoe. Ja, ga dan maar naartoe. Abonneer dan ook meteen. Zeg maar, als je deze video kijkt en je denkt bij jezelf van nou, dat is wel een leuke video. Daar wil ik wel meer van zien. Dan kan je hieronder op de grote rode abonneerknop klikken. Thank you, man. Oké. Bye. Hey, tot de volgende keer. Doei.